Je kan dit niet doen zonder goede mensen. Dus als je hiermee wil starten, als je vaardigheidsonderwijs of digitale geletterdheid een plek wil gaan geven op jouw school, moet je zorgen dat je die parels gaat vinden in je organisatie die dit kunnen dragen, want dat vraagt veel. Maar dat betekent voor mij als schoolleider dat ik daar ook ruimte voor moet gaan creëren, zodat en geld. Het is heel plat uiteindelijk, maar ook die ruimte moet er ontstaan om dus ook mensen die ontwikkeling te kunnen gunnen. Zodat ze die in kunnen zetten voor de profilering ook van de school en het vaardigheidsonderwijs.